De Bonn Penitentiaire Ambtenaren in Suriname, BPAS, heeft vanmorgen een sit-down actie gevoerd. BPAS-voorzitter Max Breinburg zegt dat de PA's ontevreden zijn dat het ministerie van Justitie en Politie haar afspraken niet is nagekomen. Breinburg geeft aan dat de belofte was gedaan dat de nieuwe salarissen per april zouden worden uitbetaald met terugwerkende kracht vanaf januari. Ook zou de overbruggingstoelage worden uitbetaald, dat is echter niet gebeurd, terwijl de kredietopening is gegeven met goedkeuring van alle bovengenoemde zaken. Wat bleek, ondanks alles is goedgekeurd en de kredietopening is gegeven en de gelden beschikbaar is gesteld, heeft iemand op het ministerie het kunnen presseren, stukken achter te houden of whatever te doen dat de zaken die ons toe moeten komen, niet zijn gerealiseerd. Begrijpt u? Dus dat geld is er, maar helaas kunnen we niet erover beschikken. Dus we zijn nu bang dat dat geld in wordt gevorderd door financiën. Dat de financiën dat geld terugnemen, omdat het dus uiteindelijk niet is gebruikt. En we willen dat voorkomen. We hebben al met de minister gesproken en de minister heeft duidelijk aan van het is niet aan mij gelegen, maar het ligt aan de administratie. Iemand op die administratie heeft bewust de stukken achtergehouden. De manier waarop er nu gehanteerd actie wordt gevoerd, is dus dat de veiligheid of al dat de torens worden nog bemand. Men zorgt in elk geval nog dat de veiligheid er is. De gedetineerden krijgen in elk geval nog voeding. En dan is dat het verlopen. Voor de rest wordt er niets gedaan. Geen bezoek, geen in en uit. Dus er kunnen geen mensen van buiten naar binnen komen. Bewaking alleen is heel centraal. De rest hebben we even zo gelaten. En indien we dus in de komende dagen niet vernemen, dan gaan we de zaak versterken. Breinburg hoopt dat er een oplossing komt zodat de PA's hun gelden ontvangen. De bond wil voorkomen dat het geld teruggevorderd wordt door financiën. Want wordt het nu teruggevorderd door financiën, gaat het opnieuw aangevraagd moeten worden. En de kans is groot dat we het pas 1 juni erover kunnen beschikken. En u begrijpt, met de komende verkiezingen, daar hebben we dus geen beeld of dat daadwerkelijk zal lukken of niet. Dus begrijp je dus dat we dat geld willen zien, kosten wat het kost. En we zijn nu al begonnen met een sit-down actie. Natuurlijk gaat het moeten dat het opgevoerd zal worden. Weet u, en met deze hele toestand van COVID-19 en al dat zo. En je moet denken, er wordt al niet optimaal gewerkt. En als dan nog we wegblijven van het werk uiteindelijk, dan snap je wat er gaat gebeuren binnen die inrichtingen. Er zullen opstanden komen. Max Breinburg, voorzitter van de Bond Penitentiaire Ambtenaren in Suriname. De Bond heeft vanmorgen een sit-down actie gehouden. Als de BPAS morgen geen verklaring krijgt van het ministerie van Juspol, zal de actie verscherpt worden.